Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik deze NS6400 van Lilliput. Ik heb al een keer eerder zo eentje gehad. Die heb ik toen gedigitaliseerd en ledlampen ingezet. Deze is al digitaal voorbereid. Het probleem is dat als de motor draait, dat alleen dit draaistel loopt, deze niet. Ik ben al zo ver gegaan dat ik nu de printplaat los heb gemaakt, zodat ik beter kan zien wat er aan de hand is. Om dit probleem op te lossen, moet ik het draaistel loshalen. En ik heb er wat mee zitten oefenen. Ik weet inmiddels hoe het moet. Hier en hier, eens kijken. En hier zitten pinnetjes. Als je die er voorzichtig uitdrukt, komt er dit stukje plastic uit. Eens kijken. Het zijn van die clipjes. Die kun je in principe ook weer ontklippen. Dat is 1. En dat is 2. En als je dat gedaan hebt. Oh. En je doet dat voorzichtiger dan ik dat heb gedaan. Dan komt er mooi een stukje plastic uit. En dat betekent dat het onderstel niet meer vast zit, de wielen zitten niet meer vast aan dit onderstel. Nu kun je aan deze kant, als ik het me niet vergis, dit naar voren schuiven. Ja, zo. Dan komt hier de NAND-schacht uit. Dan kun je zo het wiel, het onderstel eruit halen. Nou, hier is dus het probleem dat hier een minuscuul scheurtje in zit, waardoor hij niet meer goed klemt om de as. Wat ik ga doen is een beetje lijn erop en hem opnieuw opduwen. Dan denk ik dat hij lang genoeg of goed genoeg vast zit. Ik pak gewoon plastic lijm voor hard plastic. Nu de schacht. Zo. Deze zit er opnieuw op. Nou, die zal eventjes een tijdje moeten drogen. Zo. In principe als ik hier een schroevendraaier in zet en ik begin te draaien, dan zouden deze wielen moeten draaien. En dat doen ze ook. Het betekent dat er met dit hele motor of met deze de hele wielenstel niks mis is. Mocht je hier nu iets aan willen doen, je kunt deze zo afhalen. Zo. En aan deze kant kun je hem openklippen. En als je dat doet, komen de wielen en de assen en alles komt daar onder tevoorschijn. Ik heb dat al een keer gedaan aan deze kant, omdat ik dacht dat met het alt omwisselen deze het niet deed. Nu moet ik alleen even kijken of ik dit nog gerepareerd krijg. En dat doe ik ook weer met wat lijm, denk ik. Waarschijnlijk lijm ik dit. Ja, het is niet ideaal, maar gewoon helemaal vast. Maar dat was wat ik wilde zeggen. Ik ben heel voorzichtig met deze stukjes plastic, want voor je het weet breken ze af. En dan is het lastiger om hem weer in elkaar te zetten. Zie dadelijk goed en wel opgedroogd is. Dan, Zo, als hij dadelijk goed en wel opgedroogd is, zet ik hem in elkaar en dan kan ik hopelijk het eindresultaat laten zien. En hij loopt nu op beide assen. Hij gaat die kant op. Ik heb mijn oude V60 erbij gepakt om te kijken of dat die de goede kant op loopt en of die loopt naar rechts. Dus ik heb hem niet verkeerd om aangesloten. Zo. Deze kan dus makkelijk gedigitaliseerd worden. Er zit hier een plug voor in.
Het is een kwestie van plug de huidige connector eruit halen. En decoder erin en klaar. Ik moet nog even kijken waar ik mijn twee schroeven heb gelaten die hier nog in de printplaat moeten. Als die erin heb zitten, en ik vermoed dat die hier nog wel eens in de doos kunnen liggen, dan is het kwestie van kap erop en dan is het klaar. En dan is deze heel mooi gerepareerd. Dat is een redelijk makkelijke reparatie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer als ik wel stem heb.